Mensen, welkom op deze bijzondere plek. Op bijzondere plek. Ja, voor mij een bijzondere plek. Dit was vroeger mijn boekhandel. Dus vandaar dat het voor mij een thuiswedstrijd is. Maar dit is wel iets anders. We zouden dus op 6 april het boek van de Tweede Oorlog presenteren. Maar helaas kan dit niet doorgaan, dat is duidelijk. Vandaar dat we het nu op in deze setting doen, op deze manier, op afstand allemaal. En dat we hier dus dat boek gaan presenteren. En ik ben blij dat de wethouder aanwezig is om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen. Het boek is dus nu uitgekomen en vandaag is het te koop. En dat doet de historische vereniging hier op deze plek. En daarna is het gewoon te koop bij de Rietshop hier in Delenstraat, in deze winkel. En de drogisterij in Ballenbrug. De bedoeling is van deze bijeenkomst om een korte presentatie in die zin. Ik wil graag zo alle schrijvers even het woord geven, stuk voor stuk, even een naam noemen. Het is ook voor de film eigenlijk, hè, dat men dus dat filmpje en die foto's gaan online. Om een stukje PR te creëren op die manier. Dat de schrijvers even kort even zeggen wie ze zijn en wat ze hebben bijgedragen aan het boek. In een paar woorden, een paar zinnen. En dat we dan even zo een rondje maken. En daarna zal ik het boek aanbieden aan de wethouder. Op afstand uiteraard. Ik heb hier een mooi netje en daar gaat hij in. En dan gaan we dat keurig overhandigen. Dus ik wil graag dan van links naar rechts zo een rondje doen. Verder. Dankjewel Barend. Ja, je zet me wel voor het blok, want hier had ik niet op gerekend. En het moeilijkste is nog, als jij zegt een paar zinnen, dat lukt mij nooit erg goed. Dan zei ik het expres. Dat krijg je met oude bestuurders, hè? Die praten alsmaar door. Mijn naam is Werner ten Katen. Ik heb 3 artikelen mogen aanleveren voor het boek. Het eerste artikel gaat over mijn grootvader. Ik heet zelf eigenlijk Werner ten Katen. Mijn grootvader, daar ben ik naar genoemd, heet ook Werner ten Katen. Hij was in de jaren 30 gemobiliseerd. Ging eerst op oefening, maar vanaf het moment dat de oorlogsdreiging toenam, moesten heel veel soldaten gemobiliseerd worden. Dat heeft hij ook gedaan en het bijzondere van hem is dat hij in zijn mobilisatiejaren, maar ook in de eerste jaren dagen nog van de oorlog, heeft hij brieven geschreven naar mijn grootmoeder en vice versa en die zijn allemaal bewaard gebleven. Mijn vader, Egbert ten Katen, heeft die brieven allemaal keurig uitgetikt. Dat hoefde ik niet meer zelf uit te vlooien. Maar daar heb ik een artikel over geschreven. Tot en met de meidagen van 1940 die hij aan de Grebbeberg heeft doorgebracht. En ook nog een aantal weken in krijgsgevangenkamp in Duitsland heeft doorgebracht. Het volgende artikel wat ik geschreven heb gaat over, ik heb het genoemd Fout in de Oorlog. Wel een buitengewoon gevoelig thema, waar ook de afgelopen jaren nog niet heel veel aandacht voor is geweest. Maar we weten natuurlijk ook dat ook hier in Averreest er mensen lid waren van de NSB of op een andere manier gecollaboreerd hebben. Steeds meer informatie daarover is beschikbaar, omdat in Den Haag liggen dossiers van mensen die na de oorlog daarvoor berecht zijn. En die dossiers kun je tegenwoordig vrij gemakkelijk inzien. Dus ik heb daar een artikel over geschreven. En het laatste artikel, maar persoonlijk vind ik dat het meest aangrijpende verhaal, in ieder geval van wat ik geschreven heb en ook wat ik heb onderzocht, is een artikel over wat ik dan noem het drama van Ballenbrug. De 9 mensen die op de avond van 6 april in Ballenbrug zijn gefusilleerd, allemaal mensen die woonachtig waren in Delenstraat. En daar is heel veel bronmateriaal ook in datzelfde archief beschikbaar. Van mensen die daarbij waren, mensen die gefusilleerd zouden worden, een vijftal, en die dat miraculeuze wijze overleefd hebben. Maar ook, vond ik ook heel bijzonder, getuigenverklaringen van een stuk of 15 Nederlandse leden van de Grunde Politie die opdracht kregen om die executies daar te verrichten. En als je die leest, en een aantal citaten komen in het boek voor, dan lopen de rillingen je wel over de rug. Dus ik zou zeggen, als u dat leest, wees er een beetje op voorbereid. En tot slot heb ik nog wat mogen doen aan de eindredactie. En eerlijk gezegd is dat nog wel het meeste werk geweest, want het valt bepaald niet mee om een boek als deze netjes tot een goed eind te brengen. Maar als ik het zo zie liggen, dan is denk ik het resultaat heel erg mooi. Dankjewel. Nou, ik ben Henry van Keulen en ik woon in Ballenbrug. Ik
ben geboren en getogen aan Dedemsvaart. Mijn vader die had hier een smederij aan de Hoogvaart. Ik ben eigenlijk van jongs af aan geïnteresseerd geweest in de Tweede Wereldoorlog. Ik ben ook opgegroeid eigenlijk tussen de verhalen van allerlei mensen die ook bij mijn vader over de vloer kwamen. En ja, allerlei gebeurtenissen die er in de oorlog gebeurd zijn. Ik ben later begonnen ook met het verzamelen van allerlei objecten en foto's die betrekking hebben op de oorlog. En zo is eigenlijk de belangstelling gegroeid. In het boek beschrijf ik eigenlijk in hoofdzaak de militaire aspecten van de oorlog. En dan met name zoals die hier in de gemeente Averreest plaatsgevonden hebben. Dus dat houdt in ten eerste de mobilisatieperiode. Daarna in de oorlogstijd de luchtoorlog die zich hier afspeelde. Boven de hoofden van de mensen hier zo. En als eind de bevrijding door de Canadezen. Dus ik heb zo goed mogelijk gebruik gemaakt van allerlei ooggetuigenverslagen en rapporten, militaire rapporten. Dus ja, ik vond het mooi dat ik het nou eens op papier kon zetten. Allerlei dingen die ik eigenlijk al heel lang wist in flarden. En zo is het gegaan. Dankjewel, Henry. Dus, je bent gepassioneerd bezig geweest. Hè? Je ziet er niet van, zei je wel eens straks. En dan had je hier erover te praten, te denken en zo. Ja. Bedankt. Henk. Ik ben Henk Bartels. Ik ben niet een schrijver, maar ik heb ondersteunende werkzaamheden verricht. In het bezit van de historische vereniging was heel veel materiaal wat her en der verspreid was en ja, eigenlijk niet gearchiveerd. Dus dat heb ik allemaal opgezocht en daar hebben de schrijvers dankbaar gebruik van gemaakt. Verder ja, ben ik er steeds bij geweest als er wat nodig was aan materiaal. Zo ben ik nog weer in contact gekomen met de zus van het meisje wat ook doodgeschoten is. Henny Klooster, dat was een nichtje van mijn moeder. Zodat, ja, er was wel een makkelijke ingang door de familie en dergelijke dingen. Ja, zo is dat gebeurd. En, dat waren mijn werkzaamheden. Nou, bedankt Henk. En ja, zonder foto's heb je geen mooi boek. Hè? Dus dat is een heel belangrijk beeld ook in het boek. Hè? Dus ja. Dank daarvoor. Jo, of Hans. Bij de Hoogentlaan. Ik ben Hans Menzo. Hier heb ik ook Dedemsvaart. Ik heb een aantal artikelen geschreven. Vooral naar aanleiding van gesprekken die ik gehad heb met oudere Dedemsvaarders. Onder andere twee artikelen over personen die gevangenen zaten hebben gezeten in Kamp-Erika in Ommen. En ik heb één artikel geschreven over Hendrik Drochter, dat was een verzetstrijder. Ook hier geboren in Dedemsvaart. En ik heb nog een artikel geschreven over Hendrik de Klooster, wat dat meisje had dus doodgeschoten bij de Klooster. Dat was eigenlijk mijn bijdrage. Bedankt Hans. Jo. De naam is Joop Hoes. Ik heb geprobeerd 9 artikelen in dit boek te schrijven. Onder andere over hoe de kerken ging in oorlog, hoe het met onderwijs ging, over de Joodse gemeenschap en nog anderen. En ik zou zeggen, neem en lees. Oké, okay, Joop, je raadt ons in spanning en wat erin staat allemaal. Nou, dit waren dan de schrijvers al. En Jan, die was niet aanwezig, maar die heeft ook zijn bijdrage gedaan in dat boek. En ook in de redactie gezeten. En Wende zei het al, dat was toch een beste klus om een boek te maken met zoveel schrijvers. En dat het ook een totaal plaatje werd. Nou, dat is denk ik gelukt. Ik zal het boek even pakken. En dan De Vlag Uitgestoken heet het. Wat ligt hier op? Ik zal het netjes doen, want ja, we horen pas de afstand te nemen om het en dan niet te overhandigen aan de wethouder, het eerste exemplaar. En ja, het is natuurlijk wel bijzonder dat we nu hier staan. De oorlog was geen vrijheid op dat moment. Hè? En dat beseffen we nu ook weer een beetje. We dachten dus nu, ja, het is geen oorlog, maar het is toch wel een soort vijand van ons allemaal, wereldwijd.
die we niet zien, maar die ons wel bij de stroom pakt, zeg maar. En sommige mensen, ook heel veel mensen, die overleven. Dat was in de oorlog natuurlijk nog anders. Dat was meer één vijand hadden we, maar niet één, maar wel meerdere eigenlijk ook. Hè, want niet iedereen in de oorlog, wat Werner ook al zei, die was... vertrouwd en dus ook niet, ik ging dus met de vijand heulen min of meer, dus dat was de spanning altijd in de oorlog ook. Dus, maar ik wil graag nu het boek overhandigen aan de wethouder, het eerste exemplaar van de gemeenteraad. Dankjewel. Graag. Ik vind het heel eervol om het te mogen ontvangen en dat meen ik echt oprecht uit mijn hart. Een van de onderwerpen die ik in mijn portefeuille heb, ze raken me allemaal diep. Met de 75 jaar vrijheid is voor mij een van de... en ik vind het ook een moeilijke periode dat wij door de crisis waarin we ons nu verkeren, het eigenlijk op deze manier moeten doen. Want het is het verhaal wat verteld moet worden. Het verhaal 75 jaar vrijheid. Hebben mensen enorm voor gestreden en daar gaat dit boek over, ook de verschillende kanten wel die er ook in de oorlog waren, wat het ook zo ontzettend complex maakt in de periode. Maar het is wat mij betreft echt een verhaal wat we moeten doorvertellen. Dat hadden we kunnen doen met een enorme mooie tour die we door de hele provincie zouden hebben en hier ook in de gemeente en in deze staat ook. De gemeente hadden daar zo aan doen. Dat kan allemaal helaas niet doorgaan. Eigenlijk is de waarde van het boek in zichzelf ook nog groter geworden. Hè? We hebben minder de gelegenheid om het met onze mensen te delen, te plekken. Maar dan vind ik het nog belangrijker dat we het verhaal ook kunnen lezen. En ik wil echt de dank ook uitspreken. Ik vind het heel eervol om hier met de schrijvers te mogen staan, ook van de boeken, voor de inzet. Nou, misschien niet wakker van gelegen, maar ik kan wel voorstellen dat het doormaalt als je ermee bezig bent. Dat je in die verhalen zit die je tot op het bot kunnen raken over... gruwelheden, zeg maar, die er in die periode waren. De gedachte, ik hoorde dat het over de Joodse gemeenschappen ging, over wat mensen heeft bezield om bevolkingsgroepen aan te wijzen en het onmenselijke wat daarin bij mensen naar boven is gekomen. Nou, en dat daar een heel aantal mensen, want er werd ook over verzetstrijders gaat in het boek over, mensen die in verzet zijn gekomen omdat er onrecht werd aangedaan aan de mensen. En ik vind het belangrijk dat we onze vrijheid vieren. Hè? De vlag is uitgestoken, we mogen onze vrijheid ook vieren. Ontzettend waardevol. Maar de prijs voor die vrijheid is buitengewoon hoog geweest. En als ik hoor over het verhaal, en daarom ben ik ook ontzettend blij dat het is opgeschreven van wat er op 6 april hier in, is het dan in Bouwbrug of in Deemswater? In Deemswater, executies zijn in Bouwbrug vertrokken. Precies. Dat soort verhalen moeten wij kennis van nemen met elkaar, om ook te beseffen wat er is gebeurd. En ik zou dan ook altijd heel graag een vertaalslag naar nu willen maken. We leven nu ook in een onzekere tijd. We hebben maatregelen die niet zijn geweest, behalve 75 jaar terug. Hè. Maar kijken naar de omgeving waarin je leeft, kijken naar je medemens, kijken naar recht en onrecht in je wereld en terugblikken naar jezelf van wat wordt er dan van ons gevraagd in deze wereld om hoe daarin te opereren. Dat kunnen we leren als we onze ogen openen voor het verleden en met die blik ook nu kijken. Dus ik ben heel blij met het boek. Ik ben heel blij dat ik er één heb ontvangen, anders had ik heel graag eentje gekocht, maar ik ga hem zeker doorlezen. En echt ontzettend bedankt voor het werk wat jullie gedaan hebben. Dat zeg ik als bestuurder, maar vooral voor onze gemeenschap. Dat de mensen de kennis van kunnen nemen. En enorm veel waardering voor hetgeen jullie gedaan hebben. Dus erg bedankt. Dit is dan eigenlijk de ceremonie die we konden doen in deze omstandigheden. Nou, het boek is dus nu op. En we hopen inderdaad, wethouder ook zei, dat dit boek, dat is dus een stuk uit de oorlog nog. Men heeft nu al de tijd om te lezen, hè? Men zit allemaal een beetje thuis. Dus daarom hebben we ook gezegd, we willen het boek wel uitgeven en te koop aan bieden, want anders blijft het weer een half jaar liggen. Dus dat is ook een van de redenen dat we toch aandacht besteden aan die 75 jaar vrijheid. Bedankt voor jullie komst allemaal en het boek is vanaf nu, dit moment, te koop.
Barend, vandaag is het boek uitgereikt, De Vlag Uitgestoken, hier in lokaal 12. Maar dit boek, hoe is dat tot stand gekomen? Dit boek is tot stand gekomen naar aanleiding van 75 jaar bevrijding. Dat zou dus nu zijn. Op 6 april zijn wij in gemeente Averees bevrijd, 75 jaar geleden. En wij als historische vereniging vinden het uiteraard belangrijk om daar aandacht aan te besteden. Hebben we dus besloten om een groep mensen bij elkaar te zoeken die het boek gezamenlijk zouden kunnen schrijven. Nou, de namen staan er allemaal in. De schrijvers hebben zich voorgesteld. Dus dat vonden wij belangrijk. Daar zijn we 1,5 jaar geleden mee begonnen. Met een redactie daarin gevormd met een 5-6 schrijvers. En we hebben dus door langzaam zeker dat boek tot stand laten komen, dat we toch een beeld krijgen van de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Averees. We hebben dus in de Kroniek, ons tijdschrift, al elk jaar, dus dat is nu al 34 jaar, elk jaar met 5 mei een speciaal, of het algemeen een speciaal artikelen in de Kroniek geschreven. Nou, dat zijn al heel veel artikelen, zijn al gepubliceerd over de Tweede Wereldoorlog. Maar die zijn ook weer nieuwe artikelen in dit boek. En die is dat nu verzameld met ook allemaal rijk geïllustreerd met foto's. Nou, dat hebben we dus allemaal verzameld en daar dus een boek van gemaakt, De Vlag Uitgestoken. En dat heeft natuurlijk ook een bepaalde betekenis. Hè, want er was in die tijd toen het bevrijd werden, op 6 april, toen kwamen de Canadezen, maar die trokken s'avonds weer terug. Toen kwamen de Duitsers weer en toen is dat drama in Ballenbrug ontstaan. Kun je uitvoerig lezen hier in dit boek. Dat is echt een drama geweest. En toen 7 april kwamen de Canadezen weer terug en toen zijn we definitief bevrijd. En toen kon de vlag uit, de vlag uitgestoken. Vandaar die titel, De Vlag Uitgestoken. Dit boek hebben we als historische vereniging uitgegeven. In een oplage van eerste instantie van 350 stuks. Dus we hopen dat ze verkocht worden en er is veel belangstelling voor, merken we nu al. Het boek kost €20 in de winkel. Bij de Reach Shop en ook bij de drogisterij in Ballenbrug. Het is ook uiteraard gewoon bij de HVA te bestellen via de website. Je betaalt €25 inclusief verzendkosten. En het wordt je binnen een week toegestuurd. In verband nou met die coronavirus vonden we dat belangrijk dat we een soort webwinkel werden. Eventjes om dat boek toch te distribueren. Omdat al die activiteiten die nu zouden plaatsvinden. Zoals vandaag zou het historisch spektakel plaatsvinden op 4 april. 6 april zouden we dat boek presenteren in de Reeskerk met Abke Bruins. 7 april was die groot bevrijdingsfeest op de markt. Dat gaat allemaal niet door. Ik vond het toch belangrijk om dat boek dus te presenteren en te verkopen nu. En vooral in dit weekend kun je toch nog je inleven hoe het 75 jaar geleden allemaal gebeurd is in die oorlog en hoe die bevrijding tot stand kwam.